Alle deelnemers van de Mont Ventoux die zijn bij ons geweest voor een medische keuring. En die medische keuring heeft eigenlijk twee doelen. Het eerste doel is om uit te sluiten of er geen medische zaken zijn die het niet verstandig zijn om zo'n berg op te fietsen. Het kan zijn het hart, de bloeddruk of misschien een lekkende hartklep of andere medische zaken. Nou, om die op te sporen, dat is één. En twee is om eigenlijk zo goed mogelijk trainingsadvies te kunnen geven. Tijdens de fietstest meten we een aantal zaken. Het is belangrijk om eerst de fiets goed af te stellen. De zadelhoogte, de stuur kan naar voren en naar achter. Ook, het stuur kan ook naar boven of naar beneden, dat is allemaal instelbaar. We hebben ook klikpedalen, zodat de mensen hun eigen schoenen kunnen gebruiken. Nou, we meten een aantal dingen. De bloeddruk wordt gemeten om de paar minuten. We meten het hartfilmpje. Dat wordt eerst in rust gemaakt door de assistenten. Maar en als dat goed is, kunnen we fietsen. En tijdens het fietsen wordt het continu gemeten. Daarnaast heeft hij een kapje op. En dat kapje dat meet de zuurstof en de koolstofdioxide. We kunnen dus maximale zuurstofopname meten. Dat is een maat voor de conditie. Het duuruithoudingsvermogen, wat belangrijk is voor het wielrennen. En met de verhouding tussen het zuurstof en de koolstofdioxide kunnen we bepalen waar de verzuring optreedt. Dan hebben we nog een metertje voor op de vinger, dat is de saturatiemeter. En die meet het zuurstofgehalte in het bloed. Je ziet hier nog een aantal dingen meer. P, de power, dat is het wattage. De wat staat erachter, de groen staat op 0. Ja. En hij is nu wel op 12 watt. En zo langzaamaan gaat hij steeds meer omhoog. Nou, wij zijn een sportmedisch adviescentrum en we hebben een heel gevarieerd publiek. Dat varieert van topsporters tot chronisch zieken. En topsporters, bijvoorbeeld hardlopers, wielrenners, maar ook teamsporters zoals voetbal, hockey, etc. Daarnaast zien we ook mensen voor een preventieve keuring, zoals bijvoorbeeld hier nu voor de Mont Ventoux. Want het kan bijvoorbeeld ook een huisvrouw zijn van de jaren 50 die denkt van nou, ik wil toch wel weer eens gaan sporten en hoe kan ik dat het beste aanpakken en is het wel veilig voor mij? En dat soort mensen zien we ook heel erg vaak. En verder zijn de chronische zieken een hele belangrijke groep patiënten van ons. En dat varieert van mensen naar een hartinfarct of naar een hartoperatie, mensen met chronische longziekte, mensen met die behandeld zijn met kanker om weer zo goed mogelijk te herstellen. En dan de sport eigenlijk in te zetten om zo goed mogelijk te kunnen weer functioneren in het dagelijks leven. Maar wat komt voor bij de fietsen, maar ga het masker er vast naar. Oké, stop de maar. De vragenlijst komt eigenlijk vrijwel niks naar voren. Ik ben gewend om te fietsen, dus ik neem aan dat het wel goed komt qua blessures aan bewegingsapparaat, als je een rassen krijgt van de rug of knieën of wat dan ook. Als ik achter je sta en ik zie je knieën, dan gaan die mooi recht, dus niet naar binnen. Dus op zich kan je gewoon een normale afstelling houden. Dan de bloeddruk, die is in rust 45-88. En bij inspanning zie ik ook dat die continu een klein beetje toch wel aan de hoge kant is. En zijn er nog vragen ten aanzien van voeding? Ja, ik weet precies wat ik fout doe. Met voeding is het belangrijk om een onderscheid te maken tussen voorafgaand aan de wedstrijd of training en tijdens de training. Voorafgaand aan de training is het belangrijk dat je gewoon goed je koolhydraten binnen krijgt en ook voldoende vocht binnenkrijgt voorafgaand. Dus 2 uur van tevoren gewoon een goede koolhydraatrijke maaltijd nemen. En tijdens de training is het belangrijk dat je goed oefent met eten en drinken. Want sommige mensen kunnen heel goed tegen veel eten en drinken tijdens het fietsen en anderen kunnen er helemaal niet tegen. Maar wat denk je, wat is haalbaar nu nog? Want tot aan de van toe, ik vind denk ik als je het over 4, 5 kilo hebt, dan zoek je denk ik al een beetje het randje op. Ja, dat lijkt mij wel voldoende. Ja. Dus het is
De laatste weken moet je eigenlijk niet meer proberen af te vallen. Nee. Dus als je nou 94 weegt, nou, dat is toch al wel mooi. Een licht fietsje kopen. Ja, die heb ik al, dat helpt niet meer. Dus ik zo mooi die mannen met die bierbeurtjes en dan, ja, ik heb weer een lichtere fiets gekocht. Ja. Nee, die is maar afvalt, is goedkoper. Vraag. Nee, helder, nee, ja, ik ben in ieder geval blij dat ik goede conditie heb. En ja, goed, de problemen die dan naar voren komen, die zijn bekend. Ja. En goed, in ieder geval dat uit onderzoek niks geks gebleken is. Nee, dat is hard, ja, dat kan ik niet zien, dus dat ben ik wel blij. Ja, dat kan je wel voelen. Ja. We sluiten hierbij af. Ik maak een verslagje, die stuur ik naar je toe. Is goed. En dan helemaal goed. Aan het trainen, hè?